Jongen mensen van... Zou het kanaal Zombie Squad Alpha heten? Nou, zou dat kunnen? Zou zomaar kunnen. Oké, die random vrouw, dat hoorde eigenlijk niet. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat geen random vrouw in mijn video moet komen, want ik ken haar niet en dat is een beetje raar, denk ik. Eigenlijk, wie ben jij eigenlijk? Wat bedoel je daarmee? U bent... Ik wil weten wie je bent. Dat is toch gekkigheid? Oké, ook Willem-Alexander hier, dat had... Zeg maar gekkigheid. Maxima? Hoezo komt Maxima er ook in? Ik weet... Klinkt echt heel erg pedo of zo. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik ben Marlijn van Wizard of... Nou, zou dat kunnen? Ja, dat zou kunnen. Het zou zomaar kunnen dat ik Marlijn ben en dat ik ook een YouTube kanaal heb van Wizard Adventures. Dat Wizard Adventures heet bedoel ik. Wat een vervelende mensen zeg. Waar moet ik überhaupt heen? Oh, ik moet hierheen. In ieder geval, ik ga deze speedrun doen op Mirror's Edge, want je weet zelf, swag en shit. Ik moet natuurlijk wel weten waar ik dan heen moet. Ik denk dat ik het echt nu al verneukt heb. Kijk, ik ben een beetje zoeken naar die waypoints dan. Man, hé. Maar, ik ken Zombie Squad Alpha al sinds de zomervakantie. Ik heb hem leren kennen via een andere YouTuber. En die YouTuber heet Ridiculous Mike. En toen hebben we dus met z'n allen... Zijn we... Waarom is deze dingen zijn zo onzichtbaar? Hè? Maar in ieder geval, toen hebben... Ik ga hem gewoon restarten. Fuck deze. Ik weet tenminste waar ik heen moet. In ieder geval, toen hebben we met z'n allen PD The Heights gedaan. Dat vond ik best wel leuk. En ik wil graag weer vaker met reacts opnemen, want ik vond het best wel grappig. En ik hoop hij ook. En deze gastrol wil ik gewoon maken aangezien... Pasta saus! Nee, ik wil gewoon... ik wou gewoon een gastrol maken, want ik heb deze week te veel video's van mezelf, van mijn eigen kanaal opgenomen, zodat ik de hele week niks meer hoef. En ik vind het leuk om op te nemen, dus ik moet gewoon iets doen. En daardoor doe ik dit. En... Ik weet niet of ik hier op een goede plek zit. Dat ziet er niet echt goed uit. Wat bedoel je daarmee? Dat de plek er gewoon. Dat ik gewoon eigenlijk daar niet eens heen hoef, denk ik. Meneer, wilt u alstublieft een keer uw keukenrol houden? Ik reageer wel niet meer op hem. Dan gaat het meestal wel goed. Dan komt het meestal wel goed. Dan gaan alle vervelende mensen wel weg. Maar, struggle. Family struggle. Maar, we moeten dus, ergens langs. Ik snap dit echt niet. Hoezo moeten ze het zo ingewikkeld maken over waar je heen moet? Waarom moet je dat gewoon echt nooit kunnen zien? Dat is echt een complete bullshit. En dat is eigenlijk allemaal heel leuk. In ieder geval, ik denk dat ik hier doorheen moet rennen. Ik weet het niet, zo'n gevoel heb ik gewoon. Dit is echt gewoon... Pasta saus! Zou ik hierheen moeten? Zou zomaar kunnen. Ja, natuurlijk zou dat kunnen, mevrouw. Natuurlijk zou het kunnen dat ik hierheen moet. Nee. Ja, klim dan maar. Echt gewoon logics dat je ook gewoon eraf gaat en dan weer op gaat. Heel logisch en zo. Volgens mij kan ik het ook gewoon zo doen, maar... Slimme lijnen om dat niet te doen. Trouwens, ik let volgens mij... Ik vind het compleet vervelend. Ready, steady, go. 2 uur later. Kijk eens aan. De faal. De ultieme faal. Hup, kijk eens aan. 13, oh, dan moet ik daarheen. Hup, rollen. Dat is zo chillen, dat gewoon zulke dingen kunnen. Rechtsonderin zie je ook hoe hard ze rent. Dikke 21 km per uur. Nu moet ik daarheen. Nice. Eve got it. Ja, dan val je weer lekker. Terwijl het niet eens heel erg hoog was waar je vandaan viel. Nee, het zou mij nog niet eens pijn doen, joh. Ik moet hier omhoog. Dit spel is nou trouwens Mirror's Edge. En ik, als Mirror's Edge 2 uitkomt, ik zou sowieso Mirror's Edge 2 wel willen hebben. Want ik heb een soort van... Shine. Echt niemand... Niemand heeft ook gewoon... Niemand zou daar zo heen springen. Wacht, ik moet daar weer heen. Is het serieus zoiets dat je echt gewoon elke keer opnieuw heen en weer moet gaan? Want dat zou ik echt heel kloot vinden. Op dit moment moet ik hierheen, hoop ik. Denk ik. Ik weet het niet meer.
Zeg maar, dan heb je een keer het spoor en dan raak je in de spoor weer bijster. En dan heb je al deze rotdingen weer. En dan klim er een keer op je face. Zoveel faith heb ik niet in je. Ik heb nog steeds geen clue waar ik heen moet. Observeren. Mijn arendsoog zegt dat ik daarheen moet. Dat ik een minuut van mijn leven verspild heb aan heen en weer rennen. Terwijl ik niet eens zie dat ik hierheen moet. Ja, hier. 1 minuut van mijn leven verspild eraan. Waar moet ik heen? Oh, ik moet weer omhoog, denk ik. Ik moet hierheen. Nee, ik weet niet waar ik heen moet. Moet ik daarheen? Zou dat kunnen? Dat zou... Ah, come on, serieus? Heb ik dat ding gepakt en wist ik niet dat ik hem pakte? Want alles is hier rood, dus je kan niet zien waar je heen moet. Dat is het hele... Ja, Doe een speedrun. Groente, broodbeleg, ontbijtkoek, pasta saus, beschuit, chocoladerepen, keukenrol en... Hoe zou dat kunnen? Wat bedoel je daarmee? Keukenrol. Mogen jullie geïnteresseerd zijn in dit denk... Ja, dit soort video's, dit soort commentary. Abonneer even op mijn kanaal, staat natuurlijk wel onder in de beschrijving. Abonneer natuurlijk ook even op Zombie Squad Alpha. Ja, dat zou kunnen, mevrouw. Ik wil even voor u zeggen. En in ieder geval, ciao. Yes, people. Gekkigheid.